Goeiedag. We zien hier het woord lente. En dan vooral lekker lenteweer. Dat is waar we met z'n allen toch wel steeds meer naar beginnen te snakken. We hebben een paar van die mooie lentedagen gehad. Met blauwe luchten en geen neerslag. Maar die dagen waren toch wel wat spaarzaam. En als dat dan gebeurde, dan waren de temperatuur en vooral de wind ook nog wel eens een spelbreker. En was een warme jas echt nog wel nodig om het enigszins aangenaam te hebben buiten. Nou, voor liefhebbers van dat zonnige en zachte lenteweer heb ik helaas een teleurstellend bericht. Want ook komende week berekent het Europees weermodel iets lagere temperaturen dan gebruikelijk zijn voor de tijd van het jaar. In een vrij groot gebied van het noordwesten naar het zuidoosten van Europa moeten we genoegen nemen met zo'n 3 tot 6 graden onder het gemiddelde. Het valt wel op dat we omgeven worden door wat warmere luchtsoorten. Bijvoorbeeld boven het centrale deel van Rusland. Daar zo'n plus 3 tot 6 graden. Daar heerst natuurlijk ook een landklimaat. Heel kenmerkend met die grote contrasten tussen de maximum en de minimumtemperatuur. Maar wat ik vooral even wil aanstippen is het zuidwesten van Europa. Vooral het zuiden van Frankrijk, Portugal en Spanje. Daar wordt op sommige plaatsen maar liefst plus 10 graden bovenop dat gemiddelde berekend. En volgende week kan het vooral in het zuiden van Spanje, in Andalusië, in de gebieden tussen Sevilla en Malaga, kan het maar liefst 35 graden of nog iets meer worden. En dat is zo vroeg in het jaar met van die uitzonderlijk hoge temperaturen toch wel heel erg opvallend. En zijn wel een beetje alarmerende omstandigheden voor die regio's. Nou, als we dan even in iets meer detail gaan kijken waar die koude lucht in onze buurt dan precies vandaan komt, gaan we even het luchtdrukpatroon erbij pakken. En dan valt op dat boven Scandinavië een wat lagere luchtdruk wordt berekend. En op het moment dat daar een lage drukgebied komt te liggen, dan zorgt dat ervoor dat er een noordwestelijke stroming op gang komt, waarmee die koude lucht vanuit de poolgebieden helemaal zo naar het zuidoosten getransporteerd kan worden. Nou, je ziet hem al aankomen. Koude lucht over het relatief warme water van de Noordzee. Dat levert natuurlijk dat buiige patroon op met die stapelwolken. Hele korte, krachtige buien, maar tussendoor ook wel weer ruimte voor de zon. Nou, de meeste wisselvalligheid en de laagste luchtdruk bevindt zich ten westen van ons, boven de oceaan. Daar bevinden de depressies zich. Maar we zien ook een soort gordel van hoge druk in de weerkaart terugkomen. En dat zorgt ervoor dat die depressies zich daar toch een beetje op stuk lopen. En dat voorkomt dat wij echt volop in een westelijke circulatie terechtkomen met een komen en gaan van die lage drukgebieden. Dus we hebben dan vooral met die buien te maken, kort en krachtig in plaats van lange aaneengesloten regengebieden. Nou, als we dan even de neerslagkaart erbij pakken, dan is dat weerbeeld ook duidelijk te herkennen. In Scandinavië is het nat, op de Atlantische Oceaan is het nat. Ierland, Wales en Engeland doen daar net nog aan mee. In Nederland bevinden wij ons onder de oranje kleuren, iets minder neerslag dan normaal. Een niet heel uitgesproken signaal. En in het Middellandse zeegebied is het gorddroog. Dus in combinatie met die hoge temperaturen gaat dat echt wel voor problemen zorgen daar. Het waterpeil in sommige stuwmeren is al behoorlijk aan het zakken momenteel. Als we dan even naar de temperatuurafwijking kijken voor de eerste week van mei, dan valt op dat die koude lucht zich iets meer aan het terugdringen is, wat meer boven het oosten van Europa terechtkomt. En die warmte in het Middellandse zeegebied houdt gewoon stand, ook nog tijdens de eerste week van mei. In Nederland wordt dan geen significante afwijking meer berekend en begin mei is een temperatuur tussen 15 en 18 graden ongeveer normaal voor de tijd van het jaar. Op de wat langere termijn zit er wel iets van een kantelpunt aan te komen. De derde week van deze 30-daagse zien we een iets lagere luchtdruk terugkomen. En dat geeft toch wel aanleiding om rekening te houden met een beetje dat op gang komen van die westelijke circulatie, waardoor die lage drukgebieden wel door die barricade heen kunnen komen en dan voor wisselvalliger weer kunnen gaan zorgen. En ook het neerslagpatroon geeft toch wel signalen om rekening te houden met dat scenario, want er wordt iets meer neerslag dan normaal bij ons berekend. En klimatologisch gezien is april de droogste maand en begint in mei de neerslagsom gemiddeld over ons land weer wat op te lopen.
Nou, samenvattend, de hitte en de droogte in Zuid-Europa zorgt toch wel voor wat alarmerende signalen, uitzonderlijke weersomstandigheden daar. Terwijl het in Nederland gewoon wat fris voor de tijd van het jaar blijft. Eerst nog wel redelijk stabiel met wat buien vanaf de Noordzee, maar op de lange termijn stijgt de kans op wat wisselvalliger weer met wat meer neerslag.